Maar dat, ja, dat is wel einde van een tijdperk nu. Dit is, ja, moet ik zeggen. Het wordt nog voor festivals wel eens uit de kast gehaald, maar ook de norm waarop een film nu geleverd wordt is digitaal. Deze week in de KA-route. Het Nije Filmhuis in Ljouwert, Sliekerfilm, iepent haar dwaren op vreed 22 maart met een 6-daags filmfestival. KA-routes leesclub bespreekt de verhalenbondel van Sipke de Skiffert. Wat het is om bang te wezen. En Friese literatuur moet meer in de schijnwerpers. Dat hebben we vaker gehad, maar hoe doe je dat? De Nije Koepelorganisatie Circuit had een plan van aanpak. Welkom bij de KA-route. We zijn hier in Paul Kruger met de leesclub van de KA-route om de bondel van Sipke de Skiffert te bespreken. Maar nou eerst film. Het Nije Filmhuis in Ljouwert iepent vreed haar dwaren met een 6-daags festival met Friese, Nederlandse en Vlaamse films. En het filmhuis had ik een nije naam, Sliekerfilm. Want Christian Slieker wie een bioscooppionier. Want in 1894 draaide hij al filmpjes in een tenten op de merken op het Wilhelminaplein. Evert van den Berg zeeg bij de Tariering en bij Bart Dokter, want die maken een film speciaal voor het festival. Na dik 20 jaar verliet het Ljouwerter Filmhuis haar oude stek bij de harmonie. Tuzenden films binnen de draait. De echte celluloid film, daar begonnen ze mee. Maar dat is nou voor goed verliende tijd. Digitaal is de nieuwe norm. Het oude filmhuis, daar mooi we net maar in. Het schijnt er een bende te wezen door de verhuizing. Het Nijslieke film is haast klaar. Deze week wordt het iepenen met een groot festival met meer dan 100 films. Eerste klas surround sound en top of the bill inrichting en techniek. Better is er net te keep. Kosten nog moeite binnen sparren om de iepening te een succes te maken. Van komende vrijdag kan het publiek van moaas ont jongslet op het festival terugten. Het is eigenlijk ook de laatste keer dat er nog 35 mm films draaid worden. Het is een van de laatste keren, Bart? Ik ben bang van wel, ja. Maar dat, ja, de digitaal, die, dat is al de boventoon. Dus een enkele is nog 35 mm, zoals dit. Maar dat, ja, dat is wel einde van een tijdperk nu. Dit is, ja, moet ik zeggen. Het wordt nog voor festivals wel eens uit de kast gehaald, maar ook de norm waarop een film nu geleverd wordt is digitaal. Dus dit is gewoon een oud formaat, zeg maar. Er wordt ook niet meer met stoomlocomotieven gereden, om het zo maar te zeggen. Maar dat is het. We hebben in dit nieuwe pand de beschikking over 3 zalen in plaats van in het oude pand 2. Dus dat is al een enorme vooruitgang voor ons, omdat onze programmeermogelijkheden daarmee heel erg uitgebreid worden. En wij willen film bieden voor een zo breed mogelijk publiek. Maar we willen natuurlijk ook steeds de kleine films blijven laten zien. Had ik een peer op mijn jammer, dat ben bijvoorbeeld de wederopstanding van een klootzak. Boven is het stil, Kit, Frits en Frankie. En nog tal van horenfilms. Het is heel lastig om zalingen te horen, zo op te ratelen. Maar ik riet vooral mensen om even op de website te zien, want daar staat het volledige programma op. Ik mijn blokkenschema en alle stiertschema's. Dus mensen kennen zich daar helemaal in verdiepen. Ja, dit is waarom ik het ooit ben gaan doen. Dit is een beetje de... Ja, dit heb ik 10 jaar voor de kost gedaan. En straks is het op play drukken, bij wijze van spreken. Oh. Wat natuurlijk niet erg is, want je schotelt wel een goede voorstelling voor. Maar dit is nu een beetje... Ja, een beetje met treintjes spelen, zeg maar. Er is van miljoenen investeerd in het Nije Slieker. Kwaliteit, denk je dat om? Ljouwert telt november mooi als filmstad. De techniek is bedoeld voor kritische sjoggers. De groene en de roze zeel zijn alleen nog voor film bedoeld en de blauwe theaterzeel kan ik toch het Fries Museum broekt worden. De filmschermen en de loodsinstallages binnen Delzet trof een team van Engelse specialisten. We gaan ook onze vertoningstijden uitbreiden.
We toonden nu films elke avond, zondagmiddag, dinsdag, woensdag. Dat gaan we uitbreiden. De woensdagmiddag wordt veel langer omdat we dan ook kinderfilms gaan vertonen. En we doen de vrijdag en de zaterdagmiddag erbij. Maar ons uiteindelijke doel is dat er elke middag en elke avond film is in Sliekerfilm. Het moet geen vraag meer zijn, maar daar kun je gewoon terecht. Even kijken hoor. Kijk, zoals de film, zeg maar, zo komt het niet meer binnen. Het komt nou gewoon op een harde schijf binnen. Die druk je in de server, om het zo maar te zeggen. Dan staat daar het bestand digitaal. Die servers die worden onderhouden door bedrijven in Frankrijk en Engeland. Wat dus inhoudt dat je als operateur nog wel verantwoordelijk bent voor de voorstelling, maar niet meer zoals met film. Kijk, als hier wat misging, dan kon je... zat je bij wijze van spreken onder de olie, maar het werkte wel in die end. En de bezoeker had zijn voorstelling. Met digitaal is dat natuurlijk nog steeds het hoofdidee. Maar je moet aan alles, omdat je dus met de server werkt, die wordt beheerd door externe bedrijven, moet je alles verantwoorden. Er is de lering van het Sliekerkeersen van een Nederlands-Vlaams Friesk Ierpeningsfestival. De programmeurs binnen skoften in het Spierwest om een keur on films bij mekaar te krijgen. Een logistieke prestatie op hemzelf. De Nederlandse en de Vlaamse cinema is op dit moment super interessant. De Vlaamse cinema staat internationaal enorm in de picture, winnen de ene naar de andere prijs. En ik, de Nederlandse cinema bloeit. En het is interessant hoe zij samenwerken vooral. En Friesk? Friesk is natuurlijk onderdeel van de Nederlandse cinema. Er kan nog meer gebeuren, maar we nemen het wel mooi omdat ik wil dat dat een podium krijgt en zich opwerkt ik in dat wereldje. Het is een beetje begonnen met, als je in de bioscoop werkt, mag je ook gratis naar de film toe. Nou ja, dat maakt dat ik gewoon heel veel films heb gezien. En daarbij, was ik altijd al wel creatief, wordt dan gezegd. Qua tekenen, schilderen, maar de film trok mij wat meer qua medium. Dus sindsdien de praktijk maar als leerschool aangewend, zullen we maar zeggen. Bart Dokter heeft een korte film maken die het aan het begin van elk filmfestival te zien wezen zal. Een symbolisch verhaal zonder lood, met filmposters in een haatrol. Dat gaat over het oude en het nieuwe filmhuis. Het is een liefdesverhaal vanuit posters gezien eigenlijk. Leg eens uit. Het is gewoon, er zijn twee personen als het ware die elkaar ontmoeten in een oud filmhuis. En daar groeit iets tussen en eentje wordt als het ware weggetrokken. En ja, vervolgens vinden ze elkaar weer terug in het nieuwe gedeelte. Dus, en dan bloeit het op en dan wordt het echt de liefde. Het is eigenlijk heel bijzonder hoe snel wij dit kunnen loslaten. Want we hebben hier allemaal best lang gewerkt. De een langer dan de ander natuurlijk. Maar nu we eenmaal zelf daar zitten en de mogelijkheden van de nieuwe locatie ontdekken, samen met de collega's van het Fries Museum en samen met al onze vrijwilligers, ja, denken we allemaal van dit is toch wel zo geweldig. Ja. Dat we dit nu voor elkaar hebben. Ja. Wat gebeurt ermee? Dat is voor mij nog een vraag. Want wij huren dit gedeelte van de gemeente. En ik weet niet waar het straks naartoe gaat. We lopen nu eigenlijk letterlijk vanuit de schaduw van het oude filmhuis naar het nieuwe pand aan het Wilhelminaplein, Sliekerfilm. Daar is ook het zonlicht, dus mooier kon niet. We gaan naar een prachtig modern gebouw met de modernste techniek daarin gebouwd om films te vertonen en met de modernste faciliteiten om het publiek te ontvangen. Mooier kan niet, wat mij betreft. Heerlijk liep het mij dat, 6 dagen lang film. Maar wij zitten hier nu, mijn lezers, om te bespreken wat het is om bang te wezen van Sipke de Skiffert. Het is zijn debuut, maar hij heeft al 2 keer een Relie Jortsma-prijs won van 2 van zijn verhalen. En nu is het dus voor het eerst bondelen en uitbracht door de Friese Pers Boekerij. Meesken, je eerste reacties graag. Een hele paar boek, sommige hele actuele verhalen en andere verhalen, ja, dat zijn van meestal mij een soort fobie of een dwangmatig. Bijvoorbeeld de man die naar de begrafenissen ging, wat belachelijke hobby's, laat ik het samen nemen. Belachelijke hobby's? Ja. Anneke. Nou, ik vond het wel een bijzonder interessant boek, maar ik denk persoonlijk al, je moet net al depressief van aard wijzen, want je wordt er net heel fleurig van. Sipke de Skiffert krijgt thuis een registratie van het peteer van de leesclub de Sjen. Spannend van een skruwer te jaren wat lezers ervan vinden.
Ik vond het wel een heel pakkend boek. De verhalen dat je aan het lezen bent. Omdat het ik verkwatte verhalen binnen. En dat je aan het lezen bent, denk ik, oh, dan zit de fot helemaal in. I get it. Ja, ik vond het een heel sterk beschrijving. Zijn personages, die had er eigenlijk in peer riegels die oranje staan. En dat stiert echt als een hoes. Ja, nou, ik vond het krek een achtbaan. Ik wie betekent gewoon in shock. Dan wie ik in een verhaal van, huh? Wat gebeurt hier nou weer? Ja. Van hoe betekent het? Ja, heel bizar betekent. Ja. Ik ben net een saai boek, wat had ik niet. Het is echt wel een beetje. Ja, een dieper achtergrond in. Hij had er wel op geageerd, ja. Nou, daar ben ik blij om, dat je hem er als eerste reactie zou denken. Want we hebben hem vregen het boek te lezen. En dat je hem dan zou aanheen van, oh, er is net trot te komen. Is ik het leuk? Unaniem, hè? Ja, ik ben ook wel erg positief. Ieder, als je op een eind bent, heb je dan iets van, er is ik een soort centraal of zelfde thema wat dat meestal waarom komt? Nou, ik vind wel een beetje dat mensen die dus vreselijke dingen doen en zo, dat er gewoon van een groot pad waarom te voeren is naar hun opvoeding en hun jeugd en wat er naar hoe komen is. En je doet net samen vreselijke dingen. Mm-hmm. Ja, dat is het verhaal Toesipje. Ja. Voor zo'n mooie titel, hè? Ja. Ja. Een mooie titel van een verhaal. Daar heb ik de Relly Jorritspries gewonnen. Ja, ja, ja. Hoor ik een jongen die wraak neemt op zijn misbroeker. Ja. Een wraak komt een soort een vroomkerend thema. Dus ik een mooi thema om mooi te schrijven. Ja? Ja, ik denk dat het wel een klassiek thema is. Anneke, dat zei je in het begin van, je moet er zelf net altijd depressief zijn. Nee, ik denk dat je dan gauw depressiever van worden dan nou al binnen ooit binnen. Maar ja, ik ben er wel fleuren van haar, ik heb er geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat mensen er moeite mee hebben. Ja, want mensen die een beetje aan de zelfkant van het leven staan, heb ik het idee. Die heel kwetsbaar binnen, die pest binnen of moeilijke relaties onderhouden kennen. Net zo goed leren kennen. Bijna al je boeren zwan. Ja, platteland, hè? Plattelandsverhaal. Ik wil niks van boeren zeggen, ik ben hier een boer best. Tegen een landbouwer. Maar ik bedoel, boeren binnen een apart slaag volk, hè? Het is vaak bekend dat een heel soort mensen in de stad en zo, die hebben psychische problemen. En die mensen kunnen dan naar een psychiater, of een psychotherapeut of een psycholoog. Maar op het platteland ben ik een heel soort probleem. Maar die mensen gaan net naar een psycholoog of een psychiater of iets dergelijks. En die lossen de problemen zelfs op. Of die lossen het probleem helemaal net op. Hoe vind je dat om te lezen? Al die moorden, of het nou zelfmoorden binnen, of moorden of haastmoorden. Ik bedoel, de literatuur en de films en tv-series steren net ook boven. Het is helemaal net naai. Maar lezen is toch wel wat oors. Ja, dat griep mij vol meer aan dan dat ik het in de film zag. Want die beelden die show je inderdaad volle vaker. En dan, dan gaat het in de kleed. Maar als je het nou zou lezen, en ik omdat je die types zo goed kennen, zo goed beschrijven binnen, griep dat wel meer aan. Hey. Ja, dat komt denk ik omdat in het boek de gevoelens en samen wat er in de meeste omgeert volle meer beschrijven als in een film. Je komt meer in de hol, in de hol van de mensen. Ik heb het hier echt in shock, maar het verhaal op een veenhoop, ik hier echt zoiets van, doe nou even wat, ik get dit goed. En dan verdrinkt dat vaak gewoon van je eigen, of voor zijn eigen, en ik een beetje van min dus. Ja, maar dan leven ze gewoon voor ons verder. Doe nou. Ja. Ja, en dan gaat er naar het aardje en neemt de traaie slokjes en... Ja, ze bent wel verder. Dan denk je, wat toe. Ja, dat voelt het schokkendste verhaal. Nou, nee, maar dat wordt ook echt af en toe. Als je echt depressief bent, dan zit je net zo te schroeven. Ik ben net depressief, maar ik ben net echt het sintje in een huis. Ik ben wel een beetje cynisch inderdaad, maar zoals Geert Revers zegt, ik maak je de muziek bij en ik doe er iets mee, ik doe er iets leuks mee, maar... Het is net zo dat ik nog een oos aan fleurig meesbeeld heb. Dat die personages nog oos of hier van mij voortsteen. Dat is ik wel net zo. Ik lees wel wat oren verhalen, zeg maar. Die wat fleuriger ben van aard. Maar ik vond het wel heel mooi. Waarom dan? Ja, er gebeuren al ze volle nare dingen om die heen. Wat ik zuster kanten heb. Mm. En eigenlijk had hij dat precies beschreven. Ja, ik ken ook wel koetjes en kalfjes en nou ja, leuke dingen schrijven, maar ik schrijf even wat over heftiger dingen. Het lippen, dat is net een Sinterklaasfeestje. En er gebeuren ik vervelende dingen.
Vierde keer? Het weet ik wat het is om bang te wezen. Ja. Die angst. Ja, nou ja, die titel die slaat dus op het eerste verhaal. Maar ja, het komt ik in alle oren verhaal, min of meer, Bob en Veron. Angst. Ja. Angst waarvoor is het? Ze sjoggen dan maar een vlammers en dan staan ze in principe al in vuur en vlam. Ja. Maar om dan de vonk oorspringen te letten, dat was ze dan weer krek net. Dus de angst om initiatief te nemen. Ja. Bang voor hunzelf. Bang voor hunzelf. Maar u had gehoord, hebben wel hele beelden van vrouwen in de hallen. He, geen actie, maar wel beelden. Ja. Hoe vond de vrouw je dat om te lezen? Ik heb het maar mijn man wel even gehoord. Ja. Nou, en wat zou hij? Wat zei dus? Nou, ik weet net. Hij beschroeft soms dat krijg eens dat famke wat er op een veenhoop zwemt. En dan beschroeft hij dat ze zwemt op een manier als wat ze van achter nam. En dan denk ik van, hoe krijg je het in een holle om dat op te schroeven? Mm-hmm. Ik vind een beetje, dan krijg ik als bij vrouwen een lustobject. Ja. Zo zetten ze een beetje deel, dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Man ben hon, ja, wat dat betreft. Hè, die, We moeten dat wel begrijpen, maar. Ja. Dat was zo. Dat komt het nooit meer goed. Nee, nou, we kunnen er wat van leren. Hoenzaai, ja. Nou ja, ik log net nog mijn personages dan, hè? Is het van belang om te weten of de schrijver bepaalde dingen hetzelfde heeft als zijn personages? Wist je dat? Nou, van belang weet ik net, maar ik wil het wel weten. Je bent wel nieuwsgierig. Van man, he, dat hij zulke verhalen schroot. Het is ik wel zo dat ik meest de neiging heb om te schroeven in mijn minder fleurige periodes. Of dat ik schroef oer mijn minder fleurige periodes. Maar goed, dan ging ik dat een beetje maar onderhalen en dan oordroog ik dat wel zo'n beetje. En dan maak ik dat natuurlijk een beetje, slimmer of als aardiger of spectaculairder als het in feite is. En het wordt dan wat uitvergroot en gewoon dingen. En dan denk ik net van wat zo'n de meest komen in mijn omjouwing daarvan denken. Maar dan moet ik gewoon het zo schrijven als ik denk dat het het beste is. En als dat nou vreed is of hut of vrouwenvriendelijk of hoe dan ik, maar ik schroot gewoon op zoals ik denk dat het beste is. En dat is wat Sipke de Skiffer de Skruwer ervan voelt. Mensen, tegentank van je kritische en echt ingreven behandeling van het boek. Ik had het idee dat je hem te hartstikke goed lezen had. En volgens mij is Sipke daar zijn voordeel wel mee aan. En ik zou zeggen, dank u wel en graag eens een oorboek. Friese literatuur, die had het altijd al een beetje dreig gehad. Er zijn net zoveel mensen die het Fries lezen. Ik al zie de leesclub er hier helemaal voor. Er is nou een nieuwe organisatie optuigd, Circuit. En die wil de Friese literatuur wat meer in de schijnwerper zetten. Daar komt weekend in het symposium en dat gaat over de rol van de C. Drie zaakkundigen lieten hun jacht eroor schijnen en Douwe Thoma zocht van tevoren eens even uit wat die daar voelde. Ja, tja, de zee. Al eeuwen verbonden aan Friesland en haar cultuur, literatuur en muziek. Zo'n je zei ze. Maar echt onderziek is je nog net jij naar die in. Circuit vregen daarom drie zaakkundigen om de Friese literatuur eens goed trot te spitten en daar een essay uit te schrijven. Muzikant Nanne Kalma van Burgum onderzocht de rol van de zee in de liedercultuur. Zee, zee, door wie de zee, wat lijst het droogend in het. Maar dit is een beetje het werk, zeg maar, waar stel die in Verdjip has, boeken en cd's. Ja, dus voor het Friesland Songrepertoire in Haatzaak de bondels vanzelfs. En voor het repertoire van de Friese volkszongers, zeg maar, het meest cd's. Dit is het Nijfries liedboek van Troelstra. Dat is uit de Njochentjende eeuw al, eind Njochentjende eeuw. En daar zit bijvoorbeeld ook het lied in C.C. door Wierde C. Wat de namenjoen had aan het hele symposium.
Zee, zee, door wie de zee, wat lijst der dragend hinne? Waar zijt wat onk en wee in dij besletten binnen? Maar wat is nou die conclusie? In de kringen van Friesland Sjongt, dat derde zee een heel soort voorkomt in de lierten. In de onderzochte lierten Ingen op Zoon had de zee als thema. In de kringen van de Friese volk dus net. En in het repertoire van de Shantycoorn van zelfs Wol, omdat dat is nou een keer hun thema. Bert Loper is directeur van het resort en dook in de rol van de zee in de moderne poëzij. Wat kwam eruit? De conclusie is dat Friesland verloren is, toch dat wij de zee opnomen hebben in ons romtebesef. We sjoegen het landschap toch een soort literaire bril en vergeten dan dat de werkelijkheid minder is eigenlijk, landschappelijke kwaliteit, als in het verliezen. En het is eigenlijk de zee die ons dat inzicht bracht, de discussie over de zee, het waad, die het zien, het is een hele lange conclusie, maar die het zien weromslag vond het in de totale Friese poëzij. Wat ik zelf heel mooi vind is Dirk van der Ploeg, de Nesser Treppen. En daar sjocht dat de zee net meer een abstracte achtergrond is, maar gewoon het plak werd ik eigen ontinkens verbonden binnen. Hoe heeg wienen de Nesser Treppen die het weer oproen? Klimmende treien naar dat ene moment van apotheose. De zee. En nooit waarom te kennen naar dat verliezen en daar te blijven. Altijd ben, altijd lokker. Ik kijk naar de pijn. Daar wennen de 28-jarige Trientje van der Stegen. Zij scout voor Ens af en docht ek oerzetwerk. Als tredenzaakkundige schreef zij een essay over de rol van de zee in de Friese proza. Wat voor betekenis had die zee? Wat vinden schrijvers daarvan? Wat voor belang hechten ze daaraan? En waarom willen ze dat broeken in hun boeken? Mm-hmm. Want een decor voor een boek is toch net zomaar. Dat zei wel iets over het verhaal dat je vertellen wordt. Ik begin mijn lezen en dan zeg ik altijd meer wat zei dat er wat in zit. En dan schreeuw ik op wat pakkende passages binnen. Oké, en is dat een voorbeeld van mij? Jawel. Dus een van de eerste boeken die ik lezen ha. Wilco Berga, Eilanddochters. De loft zonder marienwolkje. Daaronder de rijstige, donkere zee die het pas vlak bij het strand liet ze wegen vormen. Die hier een ekje lang leven. Al gauw zakken ze weer in. Zuiver bereistend en roen mij een lijste rimpeling dee in de wieren dobben. Er weer een ontspande, haast beheerske cadans in de wetterbewegings. En het lieke als hier de zee eindelijk die heegste staat van regelmatigens bereikt die in de natuur maar bereikt worden koer. Vlakker zoen je de zee neer te sjen krijgen. Wat kin of matten wij je nou mij? Ik zou het net weten. Ik zou het weer net weten. Ja, wat dacht je mij? Sommige mensen vinden het nieuwsgierig en horen die zeggen van, ja, aardig. Ik lees het essay of ik ga naar de lezing om het te jaren. En dan waait het misschien weer voort. En dat is echt goed. Het feit dat we die essayistiek weer opkrikken, dat is ongelooflijk belangrijk ik voor de Friese literatuur in het algemeen. En ja, ik zou willen dat we volle meer mij en mekaar reflecteren op ons landschap, op taal, op skiertnis, neem maar op. Hè. Daarom is ik echt de lezing en het artikel is ja, meer een oersjog van wat er is, maar ik gewoon sprekende voorbeelden uit de boeken dan een ingeende analyse over alle aspecten van de zee in de literatuur. Dat is haast net een waan. Sneurtemidje presenteerde treinzaakkundigen Harm Bevindings in Museum Hannema Huis in Haas. Het symposium begint om 11:00. Dit weet, wij nemen er nog hier, hè? Na een week ben we er weer in het Prinsessenhof. Want daar rieden ze een tentoonstelling van minkkeramiek, heel bijzonder. En we zien wat schilder Douwe Elias had, maar bijna met het syndroom van Down. Dankjewel voor het zien.
en graag tot na je weekend.